Yo, what's up guys? Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. En misschien heb je het gemist, maar er is onlangs een grote update verschenen voor Gran Turismo 7. Update 1.29 en we hebben daar een aantal nieuwe auto's. We hebben daar een nieuwe AI Challenge event. We hebben daar een nieuwe track. Maar het allerbelangrijkste, althans de grootste gamechanger, is toch wel deze. PlayStation VR 2 ondersteuning. En ik heb hem eindelijk binnen, jongens. Hij is binnen. Binnenkort de review bij GameKings.tv. Dat is wel de review van mij als die van Jasper. Jasper heeft er ook eentje namelijk gewoon thuis. En Gran Turismo 7 heeft volledige PlayStation VR ondersteuning. En dat is een big deal. Want je weet, ik ben een Gran Turismo fan. Dat zal je niet ontgaan zijn. En ik heb ook heel erg veel Gran Turismo Sport gespeeld. Maar wat was er nu aan de hand ten tijde van Gran Turismo Sport? Ik mocht ooit de previewversie spelen op een evenement in Amsterdam. En daar was de volledige game in VR te spelen. Een PlayStation VR 1, dat is. En dat was gewoon volledige 16 auto's op de grid. Lekker racen. En toen kwam de game uit. En toen was dat volledig eruit geslopen. Ja, je had wel VR, maar je kon maximaal 2 rondjes tegen 1 AI tegenstander. Waarschijnlijk omdat de graphics er absoluut niet uitzagen. PlayStation 4 is ook zwaar underpowered. Dat moet allemaal gaan veranderen met de PlayStation 5 en de PlayStation VR 2. We hebben hem binnen. De game is nu dit keer echt volledig in VR. En vandaag gaan we dan ook even een rondje rijden op Dragon Trail Seaside. De race van vanavond in de Gran Turismo 7 League. De derde race van de league. En we gaan kijken hoe dat is in de Mercedes AMG in VR. Bam, daar zijn we in VR. En ik kan je nu al vertellen, dit is een veel vettere ervaring dan een GT Sport. Omdat je nu eindelijk echt kan racen. Niet een heel klein ding is natuurlijk voor een racegame. En ik moet zeggen, het ziet er echt goed uit. Dit is de eerste keer dat ik het check. Ook blijven opletten natuurlijk. Je ziet hier de UI, die zweeft in beeld. Dat kan je uiteraard uitzetten. Dat doen we voor deze video heel even niet. Terwijl we binnen de lijntjes proberen te blijven kleuren. Hier rechts van mij zie ik mijn bandenslijtage. Waar ik ook aanpassingen kan maken in de traction control bijvoorbeeld. Ik zal het zo heel even laten zien. Dit blijft toch wel een hele lastige bocht. Moeilijk om hem daar uit de muur te houden. Kijk, hier kan je door je menu's heen scrollen. Traction control 1 staat, die zetten we op 0. Daar zouden we wat sneller mee moeten kunnen gaan. Nee, een van de echt oprecht. Nee, 2. Er zijn echt 2 hele grote voordelen aan de PlayStation VR ten opzichte van de eerste versie. En het eerste is dat deze headset inside-out tracking heeft. En inside-out tracking, dat wil zeggen dat hij de bewegingen registreert van je hoofd aan de hand van de camera's die op de headset zitten. Misschien kan je het nog wel herinneren van PlayStation VR 1. PlayStation VR 1, daarvoor heb je echt een PlayStation camera nodig die vervolgens de lampjes op de headset in de gaten houdt. En zo de movement probeert te reproduceren in de game. Dit scheelt natuurlijk de camera, het scheelt kabels. En is een stuk nauwkeuriger ook, moet ik zeggen. Ik merk vooral dat het beeld daardoor een stuk stabieler is. En het andere grote voordeel is, de PlayStation VR headset heeft nog maar 1 kabel. Vorige keer moest je echt bijna een raketgeleerde zijn om om die PlayStation VR aan te sluiten op je PlayStation 4. Daar kwam ook nog eens bij dat het kastje wat je ertussen moest zetten geen HDR ondersteunde. Dus wanneer jij een televisie met HDR had, moest je het kastje iedere keer weer ertussenuit halen om daar gebruik van te kunnen maken. Er is later wel een update voor gekomen, die kon je vervangen, maar het zat er standaard niet ingebakken. En deze ene kabel maakt alles gewoon een heel stuk makkelijker. Het is een USB-C kabel, je prikt hem gewoon in de voorkant in. En het is gaan met die banaan, je hoeft niet zo heel veel meer te doen. Je registreert vervolgens de plek in de kamer waarin je speelt, of dat de stilstaande plek is of dat je rond wilt bewegen. Dan maakt een scan van je woonkamer. En aan de hand daarvan werpt hij een soort van barrière op, zodat je niet mogelijk tegen het aanloopt. En vooral dat installatiegemak, om hem gewoon even snel aan te sluiten, dat gaat er gewoon voor zorgen dat ik deze headset veel vaker ga gebruiken dan de PlayStation VR 1. Want hoewel de PlayStation VR 1 technisch gezien best wel een vet apparaat was, bleek de content toch behoorlijk tegen te vallen. Ik denk wanneer je PlayStation VR 1 hebt gekocht, dat je toch redelijk in de aap gelogeerd voelde. Qua ondersteuning, laat ik het zo zeggen. En dat heeft er ook simpelweg mee te maken, wat ik al zei. De console niet te krachtig was. Nou, dat is nu voorbij. Natuurlijk blijft PC nog wel steeds de beste plek om het te spelen. En we wachten ook nog steeds op Half-Life Alyx voor de PlayStation VR. Maar het feit dat je hem gewoon makkelijk kan aansluiten, makkelijk kan opbergen, zonder daar je hele woonkamer voor om te moeten gooien of alles opnieuw aan moeten sluiten, dat scheelt toch wel een hoop. Het zal ervoor zorgen dat ik deze game toch wel echt heel erg vaak in VR ga spelen. Want laten we heel eerlijk zijn, simracer en virtual reality gaan echt hand in hand. De ervaring is top notch. Je wordt er denk ik zelfs nog een betere coureur van, omdat je beter de diepte kan inschatten, uiteraard. Want je kijkt nu naar een 3D plaatje in plaats van een 2D plaatje. Maar het gaat voornamelijk om de beleving. En nu moet ik zeggen dat hij hier in Gran Turismo 7 werkelijk grandioos is. Het is echt een ongelofelijke ervaring. Maar ik blijf toch nog steeds het meest weggeblazen door de VR-ondersteuning in Formule 1. Ik verwacht dan ook dat... het zou dom zijn als het niet doet. Ik verwacht dan ook dat Formule 1 23 een VR zou zijn op de PlayStation. Dat moeten ze ook echt wel gaan doen. Want dat was voor mij nog steeds de allertofste ervaring wat betreft VR. Simpelweg, het is natuurlijk een open cockpit. Waardoor het gevoel van snelheid echt stukken groter is. Maar het is vooral de ambiance van de Formule 1 die daar echt een groot steentje aan bijdraagt. En VR draait op beleving. En ik vind dat ze daar echt de spijker op de kop slaan. Laten we. Ik zal ook nog even pitstop gaan maken, kijken hoe dat eruit ziet. Ik hoop niet dat de camera switcht naar een derde persoon perspectief. Dat breekt toch een beetje de immersie. En ik denk dat voor veel mensen is dit het dichtstbij wat je ooit gaat komen wat betreft racen. Op een goedkope en verantwoordelijke manier. Goedkoop. De headset zelf is natuurlijk €600. Dat is absoluut geen kattenpis. Maar dan krijg je technisch gezien wel een hele capabele headset voor terug. Met OLED-schermen, hogere refresh rate. Wat ik zei, nu al een kille titel. Want wat mij betreft is Gran Turismo 7 in combinatie met PlayStation VR echt een killer combo, system seller. En we hopen meer van dat soort games te gaan zien in de toekomst natuurlijk. Ik ga de aankomende weken ga ik nog aan de slag met onder andere Resident Evil, Star Wars. Volgens mij is dat gebaseerd op Galaxy Adventures, iets in het Disneyland pretpark in ieder geval. Dat was ik er bijna kwijt. En nog één, wat was die andere? Ja, natuurlijk Horizon Call of the Mountain. Volgens mij was dat de game waarbij deze headset in eerste instantie werd aangekondigd. Het duurde wat mij betreft nog vrij lang voordat Gran Turismo 7 werd getoond. Of ik heb het volledig gemist hoor. Dat zou kunnen. Eén ding wat wel jammer is. Hier hangt natuurlijk de spiegel. En zoals je misschien kan zien, fungeert de spiegel gewoon als een soort van camera die achter op je bumper hangt. In plaats van dat je daadwerkelijk door de achteruitkijkspiegel door de auto heen kijkt. Wat toch wel jammer is. Ik zou daar graag, kijk wanneer ik zo beweeg, toch de auto willen zien. Zonde, maar daar zal ongetwijfeld een logische verklaring voor zijn. Waarschijnlijk gewoon om performance hoog te houden. Waardoor er minder geremd hoeft te worden. Ik moet zeggen, het is niet de allerbeste VR-ervaring die ik heb gehad. Dat is zeker weten op PC. Maar het is wel de meest aangename VR-ervaring. Als in hoe geweldig deze plug-and-play situatie is. Bij PlayStation of bij PC. Ik heb een Oculus Quest 2. Dat is een standalone headset. Draadloos. Die je ook kan gebruiken als een Oculus Rift op de PC. Via Oculus Link. Dat werkt. Het ziet er fantastisch uit. Maar er is altijd werk vooraf. Wat je moet gaan doen om het werken te krijgen. Ik heb een Oculus Rift. Daar gingen we bijna. Ik heb een Oculus Rift. Volgens mij niet de S-versie, maar gewoon een normale Oculus Rift. Die heeft geen inside-out tracking dus, zoals de Quest 2 en deze wel hebben. Waardoor je altijd van die base stations moet gaan neerzetten. Ten eerste, die base stations die vereisen USB 3.0. Alles lager dan USB 3.0. Daar kan hij niet mee overweg. En dat zorgt er gewoon voor dat je alleen al voor die twee trackers twee USB 3.0 poorten kwijt bent. Vervolgens moet de headset ook nog in de USB 3.0 poort en in een HDMI poort in je GPU. Waardoor het gewoon ontzettend veel ruimte inneemt. Het blijft toch een levensgevaarlijke bocht. En dat gewoon te veel tijd kost om het allemaal op te zetten. Dat is hier dus absoluut niet het geval. En ik denk ook dat dit is wat nodig is om VR meer naar de mainstream te trekken. Want nogmaals, dit soort games en dan ook Star Wars Squadrons die ik wel heb gespeeld op de PlayStation. PlayStation 4 dat is, want hij is nog niet op PlayStation 5 geloof ik. Ik neem aan dat ze die game uiteindelijk nog wel gaan porten. Het zou een fantastische titel namelijk zijn voor de PlayStation VR 2. Al kan ik me voorstellen dat ze er uiteindelijk niet voor kiezen, omdat de game redelijk dood is. Het was een tof VR-titel bij launch, maar wanneer je de singleplayer hebt uitgespeeld, dan houdt het wel een beetje op. Want het multiplayer aspect is toch vrij dood. En de game is ook niet echt een heel groot succes gebleken. Onterecht, althans, de game is kwalitatief prima, maar ik denk net te veel voor een niche. Het zit een beetje tussen de Rogue Squadron series en de X-Wing vs. TIE Fighter series in. Waarbij die laatste natuurlijk echte space sim was en Rogue Squadron wat meer arcade. muren komen ook zo dichtbij. Oké, we gaan heel even de pit in. Even nieuwe bandjes ophalen. De bandjes zijn aardig versleten. Al zouden we het hier wel kunnen redden hoor. Maar ik ben vooral gewoon benieuwd hoe het eruit ziet. Gaan we wel wat plaatsen opgeven, ben ik bang. Ah, hier was ik al bang voor. Hier was ik al bang voor. Dat is toch jammer. Want dit zou je ook echt in virtual reality willen meemaken. Het draagt toch echt bij aan de beleving. Maar oké, het is wat het is. Ik kijk nu naar een 2D plaatje. Maar ik kom in ieder geval weer tegenstanders tegen. Wauw. We hebben wel verse bandjes. De eerste gaan we niet meer worden. Laten we kijken hoe dichtbij we kunnen komen. Hier rijdt een van mijn favoriete auto's, de GTR Nismo. Oh, hij tikt me aan. Hij tikt me aan. Nee. Hij tikte me gewoon aan. Classic. Classic Gran Turismo 7 AI hier wel. Ze zien je niet. Ik zat er toch wel ruim voor namelijk inmiddels. Maar hij ziet gewoon in. Helaas, helaas, helaas. Nu gaan we zeker niet meer eerste worden. Maar van die laatste plaats moeten we nog wel afzien te kunnen komen. Ik had deze bocht wel eens vol gas genomen, maar er moet echt alles goed vallen. Je kunt nu dus ook gebruik maken van je zijspiegel. Je hebt er echt wat aan. Kijk. Hier gaan we hier aan de binnenkant zitten. Fuck it, fuck it, fuck it. Dus ik aardig wat inhouden. Dan zien we de schuldigen. Op plaatsdelict ook. Toch nog vijfde. Toch? Nope. Man, dat was hem. De eerste race in VR, jongens. Vijfde plaats geworden. En ja, ik moet zeggen, voor een eerste ervaring hier met de PlayStation VR 2 in Gran Turismo 7 is dat toch wel een hele positieve. Het was gewoon de headset opzetten en gaan met die banaan. En ja, eigenlijk ging alles voortreffelijk. Ik hoefde de view niet te resetten. De bewegingen leken één op één over te komen. En ook ziet de game er gewoon fenomenaal uit in VR. Echt, dit hadden we de vorige generatie willen gezien. Was helaas niet mogelijk. Maar nu uiteindelijk wel. Jullie bedankt voor het kijken. Binnenkort is bij GameKings de review. Die nemen we als het goed is aanstaande vrijdag op. Ik ga nog heel veel meer VR-titels checken. Waarschijnlijk gooi ik daar ook nog wel wat gameplay video's van hier op ons YouTube kanaal. En nou, wil ik jullie nu bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken en vergeet niet te subscriben. En nog een hele fijne dag verder. Check jullie later. Bye!